Wanneer besluit je, oké, nou, dan gaan we naar de rechter? Sowieso word ik heel veel geadviseerd natuurlijk. Omdat jij kan wel mijn mening hebben. Dat spreek ik ook uit. Maar ik ben niet degene die het meeste verstand van heeft. Logisch, want ik, als ik hier het contract zou hebben liggen, dan leest iedereen het toch net iets anders. De een vindt dat woord heel belangrijk, de ander vindt dat woord heel belangrijk. Ja, als je ergens in gelooft, dan ga je daar ook wel vol voor. Ja. Het vervelende is dat je uiteindelijk steeds verder uiteenkomt met je club. Mm. Want je weet dat je een probleem hebt samen. Ja. En eigenlijk wil je natuurlijk bij elkaar komen en samen zeggen van, hey, laat kom het proberen op te lossen. Ja. Alleen we kwamen op een punt dat, ja, het ging dan soort van om geld. Dus zij zeiden van, hey, we willen meer geld. En ja, dan is het best wel moeilijk om door te blijven praten met de club. Want het komt er dus niet uit, zeg maar. Ja.